Gangsters. Net wat ik dacht. Problemen, knaap? Een lekke band, meneer. Bos is de naam. Dick Bos. En ik ben een vrouw. Zo, zo. De affaire begint me duidelijk te worden. Laat u mij maar eens eventjes. Oh, meneer Bos, wat doet u nu? Kijkt u toch uit? Ja, mijn methoden zijn niet geschikt voor vrouwenogen, maar wel doeltreffend. Ja, maar nu is mijn spatbord ook nog kapot. Dat regel ik later wel met Bruins. Kan ik u ergens brengen? Oh, ja graag. De boomtaklaan alstublieft. Wat doet een mooie vrouw als u s'avonds in zo'n slecht automobiel als het uur? Ja, ziet u meneer Bos. Hij is namelijk van mijn neef. En ik wist niet dat zijn banden konden klappen. Mijn eigen auto is pas onlangs zelf gestolen. Ah zo. En van daar is geen spoor, neem ik aan. Inderdaad, meneer Bos. Ah, stopt u maar, hier is het. Zo, een gastvrije heerschap zo te zien. Goedenavond. Allemachtig, Dick Bos. Wat doe jij hier? Dat zou ik jou kunnen vragen, Bruins. We kregen een anonieme tip dat hier een moord zou zijn gepleegd. Laat, daar ligt hij. Zeker Jansma. Dat is mijn neef. Geen wonder. Dat ze van alles een auto mocht lenen. Zo. Maar wat is er gebeurd? Dat weten we nog niet, juffrouw. Maar we hebben het vermoeden dat uw neef ergens bij betrokken was. Arme drommel, dwars door de slaap. Onmiddellijk dood. We hebben geen enkele aanwijzing, Bos. Blijft een duistere zaak. Schrik me. Ik vraag me af. Ik denk dat ik eens een bezoekje breng aan een Chinees gokhuis, Bruins. Chinees gokhuis? Chinees gokhuis. Gezellige buurt hier. Gaat u binnen. En verblijf deze ellendige ruimte met uw geurige aanwezigheid. Klinkt bledigend. Maar het is goed bedoeld. Zo, lelijke stinkchinees. Zo, meneer Bos. Babi bangam. Ik heb informatie nodig. Ik weet niks. Jammer. Zeg de naam Jansma iets. Jansma. Wat is daarmee? Voor wie werkt hij?
Niemand kent hem. Ze noemen hem Bart. Een bakhuis aan de Lelylaan. Ik ga die knaap dadelijk een bezoek brengen. Ajus. Aardig. Er schijnt niemand aanwezig te zijn. Zo, wist jij niet dat het vreselijk stom is om iemand zo aan te vallen? Nee, dat wist ik niet. In orde, je deed je plicht. Maar wat zoekt hij hier eigenlijk? Ik ben op zoek naar een oude vriend van me. Meneer Baartmans. Juist, ja. Waar woont hij? De Rialstraat. Het is een eerlijke zakenman. Bedankt. En let voortaan wat beter op. Zeker, meneer. Het is een wijze les voor me. Zo, een rijk heerschap zo te zien. Ik ben zo vrij de achteringang te nemen. Zo, het is hier een tuin vol verrassingen. Pak hem, Gerrit. Smerige bemoeial. Problemen, knaap. Zo, die zegt voorlopig niets meer. Zo, als dat Dick Bos niet is. De beroemde detective. Dus laat een spijker op den kop, Baartmans. Zullen jou wel eens een lesje leren. Meneer de Bemoeial. Die baard heb je zeker laten staan om je smerige gezicht te verbergen. Straks piep jij wel anders, Bos. Zo, dacht je dat nu heus? Vooruit, Binks. Berg hem op. Hem koud maken is me nu te link. Open, Bos. Kom omhoog. Kopje gezien, kastje dicht. Verduiveld. Ik blijf hier niet lang. Thank you.
5 uur komt de lading aan. Prachtig. Alles verloopt volgens plan. Later rekenen we af met die kakadores van een bos. Gerrit, kom schieten. Hey. Lading. En dan is de buit weer binnen. Sakkerrood. Die sakker ziet er eigenaardig uit. Net wat ik dacht. Cocaïne. Ik moet bruin zweten. Hé, hey, wat is dat? Dick Bos! Is hier. Ja. Ja, stel eens uit, Bos. Dag je maar. Ja. Zo, zo. Kijk eens wie we daar hebben. Pak hem, Binks. Ja, baas. Bos, jij is meer gebemoeid al. Tot rusten. Blauwe bonus voor jou. Blijf nooit te vroeg, Baartmans. Inspector Baars. Zo, Bruins. Ik denk dat je wel geïnteresseerd zult zijn in een bende cocaïnesmokkelaars. Prachtig, hè, Bos? Nee, ik hou ze meteen op. Luister, ik heb een plan om het brein hierachter te ontmaskeren. Dat is een prachtplan. Dat is een prachtplan. Tot vanavond, Bruins. Goede vangst. Zo, en nu een frisse avondwandeling huiswaarts.